country boy. Yo, Pyrodox, ouwe. Hey. Geef me een box. Ik zweer het, de laatste keer dat ik jou heb gezien was op Parookaville. Kende ik je nog niet, had ik je achterin die gekke jeep. En toen ging je optreden, ouwe. Ja, vond je het wat of niet? Met die gaaf, ik ging helemaal los op jou. Ik vond jou misschien de hardste van de dag, man. Dat is een fijn compliment. Hoe is het met je carrière? Ja, goed. Druk geweest met platen ondertussen. Sinds Parookaville natuurlijk. En ja, dat was voor mij ook echt een topmoment, die set. Weet je wat ik gewoon zo hard vind aan jou? Er is gewoon geen tweede Pyrodox, of wel? Ja, niet dat ik hem ken, nee. Ik hoop het. Ik zag gewoon water branden, ouwe. En dat meen ik echt. Ja, thanks, man. Ik zag jou helemaal een soort van volwassen guy worden. Volgens mij ben je heel jong, toch? En ik, ja, nou, heel jong. Ik ben, ja, 23. Ja, vind je dat, joh? Ja. Hoe oud ben jij, is vraag, man? 29. Dat is ook nog wel jong, toch? Ja. Lekker, man. Ja. Mag ook gezegd worden. Hoe gaat het nu? Ik zag jou op Parookaville helemaal dak eraf halen. Gaat het gewoon zo door in de rest van de wereld met jou? Want dat is wel mijn voorspelling. Ja, ik denk het. Ik hoop het, man. Ja, vanavond sowieso dan. Bij de Mishmash Party gaan we hetzelfde proberen te doen. Maar ja, dat gewoon. Ja, we proberen overal gewoon kapot te maken waar we komen. Wat voor genre, hoe zou je het beschrijven? Het genre die je hebt? Ja, het is een combinatie. Dat is het vooral wat het hem doet, denk ik. Het is trap, dubstep, psytrance en wat basshouders, weet je wel. En ik denk dat juist in een set die combinatie gewoon lekker is voor mensen. Ja, maar ik vond echt, mijn hoofd kon niet meer stilstaan. Ik ging en mee bangen gewoon. Hey, maar we zitten in de Broom Room van Mixmash vandaag, bij ADE. Een Broom Room betekent in het Nederlands een bezemkast, man. Oh, en, ja. Ja? En in een bezemkast op een feest, daar gebeuren de bad shit. Ja, man. Hoe vaak ben jij in een bezemkast beland? Mijn eerste. Right, oké. Okay. Eerlijk. Wat hoop je dat er ooit in een bezemkast met jou gaat gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Oké. Je hebt een vriendin, toch, of niet? Jazeker, die is toevallig hier ook in de building. Nou ja, ga lekker samen hier in de bezemkast en vertel mij later. Zo nog, of niet? Jawel. Ja, kun je dat regelen? Ja, ik kan het wel fixen, man. Ik heb alle bandjes, ik weet niet meer welke kleur het telt. Maar komt goed. Komt goed. Wanneer heb je voor het laatst doorgehad? Zo, ik moet even denken, hoor. Het is allemaal niet meer zo fris. Ik ga vaak gewoon, ik woon in Twente, dat is echt het platteland. Hè, zeggen ze dan hier. Maar dan ga je gewoon naar de kroeg toe. Een biergate. Ja, nou, net niet, hoor. Net niet, hoor. Die zijn er ook. Nee, maar dan ga je gewoon een avondje kroeg en dan zijn al je vrienden daar en dan ga je gewoon doorhalen, weet je. Dan ga je gewoon eerst die kroeg uitspelen, gewoon dat je eruit wordt geveegd. En dan ga je checken van, oké, wie heeft er nog een huis? En dan ga je daar gewoon heen tot een uurtje of 8 uur, 10 uur. Lekker, tussen. Ja, je kunt hier veel naar afters natuurlijk. Bij ons kun je dat ook wel, maar dan... Dat is voor jou wekelijks of maandelijks? Ja, gebeurt wel regelmatig, ja. Ja, met je vriendin ook erbij of niet? Ja, die woont in een ander dorp weer, dus... Maar af en toe, ja. En welk dorp woon jij? Nijverdal. Daar kom ik ook wel eens, man. Ja, dat zou ik ook wel willen zijn. Ja. Weten mensen in Nijverdal wat voor vette optredens jij geeft voor zoveel mensen? Ja, ik hoop het wel, maar ik probeer wel dicht bij mijn roots te blijven natuurlijk. Dus ik schaam me niet dat ik uit Nijverdal kom of zo. Dus ik hoop dat de mensen dat ook zien. Maar in het dorp geven ze dan wel eens een soort van... Ja, tuurlijk. Ze vragen altijd wel even van, joh, hoe is het met de plaat of hoe is het met draaien? Of moet je nog draaien? Dus dat is lekker, wel fijn, man. Altijd. Ja. En heb je al dingen meegemaakt waarvan je dacht, jezus. Dat je dat als DJ meemaakt, dat had ik niet verwacht, hoor. Op het podium of daarachter? Allebei. Nou ja, op het podium denk ik, dat was Parookaville, was gewoon echt mijn hoogtepunt tot nu toe. Zeker. Ja, dat was echt top. Maar daarachter? Ja, daarachter, ja. We gaan altijd met een vaste crew die kant op. Dus we hebben dan Carlos, mijn manager, Wouter, mijn cameraman, Nick, mijn videoman. En het is gewoon een vriendengroep, weet je wel. Dit voelt niet als werken, maar het is meer gewoon, ja, we gaan weer een weekendje weg, hoor. Lekker, man. Ja. En dan gebeurt, ja, je kan niet helemaal vertellen op beeld natuurlijk, maar kan je zo meteen wel dingen vertellen. Maar ja, het gebeurt wel. Nee, wat mag hier, hoor. Het gebeurt wel altijd. Laidback Luke had Brooming with Boris opgeschreven, dus je mag broomen met me, weet je. Hey, ja. Ik weet misschien nog wel iets wat er is gebeurd bij jou backstage. Ik kan me herinneren dat we zouden een busje pakken na Parookaville naar de auto's. Ja. En toen was er een of andere fucking psycho die jullie bus insprong, ouwe. Oh ja, ruzie. Wat gebeurde überhaupt? Zoiets staat me bij. Iemand zat in die bus en dus mensen zaten te backvechten en shit. En wij dachten, ja, dit is de laatste bus die naar de parkeerplaats gaat, toch? Yeah. Dus wij dachten natuurlijk, we moeten in die bus. En er zat één vet dronken guy en die zat tegen mensen te schreeuwen. En dacht, ja, die moet eruit, want die hoort hier niet of zo. Ja, en dan,
ja, dat denkt de tourmanager toch aan. Ja, en die zorgt toch dat het in orde komt dan. Dus, nou, netjes, man. Ik weet wat je bedoelt. Leuk. Hey, en voor alle dingen die je nu hebt meegemaakt, wat hoop je nog mee te kunnen maken wat op je bucketlist staat? Ja, een tour, denk ik. Ik denk dat dan nog gekker wel kan gaan. Qua shit. Ouwe, als er iemand komt, ben jij het wel. Ik heb nog nooit zo erg... Je bent zo uniek. Het is voor jou echt gewoon een markt is open, ouwe. Ik hoop het wel. Als jij het zegt, ik geloof jou. Jij bent die guy met die gitaar gewoon. Ja, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Nou, klaar. Ja, als dat het is. Met je gitaar, klaar. Top. Ja, lekker man. Toch? En welke boeking zou je heel graag nog willen hebben? Waar moet ik Pirate Dogs zien over een aantal jaar? Grote crowd. Elk land mag het zijn. Elke stad. Hey, dan zoek ik het toch wel, denk ik, wat dichter bij huis. Man, zoals Perukaville, nu stonden we dan op de Mixmaster, maar het meeste zou ook heel hard zijn daar. Ja. In Duitsland leeft die muziek gewoon super erg. Die dubstep trap. Dus het was heel Duits. Ja, misschien die mainstage van Perukaville zou misschien wel keihard zijn. En Tomorrowland? Ook. Zou ook hard zijn. Zou ook super hard zijn. Ja, ik heb dan op de Mixmaster mogen staan voor Tomorrowland een paar jaar geleden. Dat was ook super vet. Maar daar nog weer een stapje bij op, dat zou ook hard zijn. Ja. En wat is nou je allergrootste booking geweest dat gewoon je nummer 1 succes verhaal is? Ja, dan moet ik weer Perukaville zeggen. Maar ja, dat was, ja, maar ja, ja, dat was gewoon het gekste tot nu toe. Ja. We hebben heel veel mooie dingen mogen doen. Weet je? Zoals de aftershow van de Chainsmokers en Apas Live in Amsterdam. Dat we mogen doen. Heel veel van zulke dingen, dat is ook super tof. Maar op dat moment in Duitsland, het publiek was gewoon perfect. Niet dat normaal. Alles kwam gewoon goed samen op dat moment. Dus daarom ook elke keer. Ja, dat was heel raar. Toen dacht ik bijna van, toen ik jou zo zag optreden, van wat bijna plat of zo oppervlakkig van mezelf, dat ik dat nooit achter jou had gezocht in die auto. Ik stelde je gewoon wat basic vragen. Ja, en toen ineens kwam er een soort van monster podium op of zo. Toen dacht ik van, dus jezus, omschakelen is het, ik heb dit achter mij in de auto gehad. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je werd helemaal, je blik in je ogen werd ook anders. Wat voel je op dat podium dan? Van tevoren natuurlijk een beetje gezonde spanning wel. Ja. Want omdat we natuurlijk ook met gitaar doen, de laptop moet goed werken, de geluidskamer moet goed werken, de snoeren die naar de mixer gaan moeten goed werken, dan het volume moet goed werken. Ja. Dus dat is allemaal even spanning van tevoren. Dat moet gewoon top zijn. En als dan je USB ook nog doet, wat ook wel chill is, ja, dan kun je gewoon gaan. En vanaf dat moment is het gewoon vol gas. En dan kun je gaan gewoon. Ja, maar een 180 linkerbaan. Ja, man. Gewoon gaan. Ik heb je zien gaan. Ja, hoor. Hey, ik heb krijtjes, want wij hebben een... ik heb hier een moodboard. Damn. Moodball. Kijk, ik heb hier ineens een krijtje, man. Schrijf eventjes daar. Ja, hier zo. Ja, in één woord, Pirate Dogs, vieze verhaaltjes. Ik denk bij jou wel gewoon backstage. Denk moet je niet? Ik backstage gewoon opschrijven? Ja, zou ik heel leuk vinden, want ik spaar een soort van verhalen, handtekeningen. Hij is kapot. Maakt niet uit, man. Hey, je hebt best wel een mooi handschrift ook nog. Vind je? Ja, man. Dat zou de handtekening van de Backstreet Boys kunnen zijn. Dat zou helemaal altijd even kopen. Ik ga jou snel zien, ouwe. Ik ga weer van je genieten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. En dit komt allemaal lekker in de edit. Later. Later.